De ziekte van Parkinson brengt geur, smaak en slikproblemen met zich mee. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. De huidige oplossingen voor maaltijden zijn niet altijd op maat van de patiënt en doen vaak afbreuk aan hun waardigheid en algemeen welzijn. Daarom bieden wij innovatieve oplossingen via maaltijden, lepelmaaltijden en maaltijdcomponenten met smaaksturingsmogelijkheid. Tot op heden hebben we diverse voorbereidende projecten uitgevoerd, gericht op smaakverstoring en textuurmodificatie in de ouderzorg en bij kankerpatiënten. Met de expertise die we zo hebben opgebouwd, zijn we nu klaar voor een innovatieve aanpak voor maaltijden voor Parkinson-patiënten. Hoewel de wetenschap vooruitgang heeft geboekt, blijft het toch een enorme uitdaging om artsen te informeren over hoe goed onze medicatie het doet wanneer we thuis zijn. Hoewel, na jaren van onderzoek en klinische studies, introduceren wij nu met trots onze unieke mobiele applicatie ParkiWatch. Zonder enige input van mijn kant legt ParkiWatch alle belangrijke aspecten van levenskwaliteit vast, zoals mijn vermogen om te communiceren, om te socialiseren en te eten. Het doel is om eigenlijk de communicatie tussen patiënt en zorgteam te optimaliseren. De reden waarom dat er een digitaal dagboek moet komen, is omdat we veel gemakkelijker alle symptomen zouden kunnen bundelen en deze ook op een multidisciplinaire manier delen. Bepaalde dingen kunnen ook vanuit de verschillende groepen worden aangepast. Wanneer dat er wordt meer gevraagd naar het motorische of meer gevraagd naar bepaalde symptomen. Dat we daar kunnen aanpassen. En dat inderdaad iedereen vanuit het netwerk toegang krijgt tot wat er in het dagboek gezet wordt. Een van de meest impactvolle symptomen binnen Parkinson is freezing of gait, waarbij personen op willekeurige momenten stoppen met stappen. Freezing of gait treft maar liefst 80% van de mensen met Parkinson binnen de 10 jaar na diagnose. En het is de belangrijkste oorzaak van vallen en ziekenhuisopnames. Helaas zijn er momenteel geen medicijnen of implantaten die freezing of gait effectief en consequent kunnen doen verdwijnen. De enige optie is het aanleren van strategieën door de kinesist. Dankzij de innovatie binnen het VOGPOC-project willen we de freeze voor zijn en dit met volledig automatische auditieve cues. Hiervoor gebruiken we EEG-sensoren in een hoofddeksel en een app die in real-time hersensignalen analyseert en op het juiste moment gepersonaliseerde geluidssignalen triggert om de freeze voor te zijn. Hoe vertel je aan je omgeving dat je ziek bent en hoe dat zich bij jou manifesteert? Dit is voor velen niet evident. De ziekte van Parkinson bestaat immers niet. Er zijn wel 40 symptomen en het ziekteverloop is voor iedereen anders. We willen het mogelijk maken om een gepersonaliseerd verhaal te vertellen over de ziekte van Parkinson. Zo beslis je in de app of op de website voor welke leeftijdscategorie je verhaal bedoeld is. Dan kies je over wie je verhaal gaat. Je geeft de personages namen om het verhaal persoonlijk te maken. Je beslist zelf wat je over de ziekte wil vertellen, met als doel informatie en duiding op maat geven. Als de omgeving beter geïnformeerd is, zullen personen met Parkinson zich meer begrepen voelen en zo meer in verbinding blijven met hun naasten.